Hallo allemaal, leuk dat je kijkt. Ik heb de monsterdoos gekregen voor mijn blog. En ik was er nog niet aan toegekomen om te unboxen, want eigenlijk willen mijn dochtertjes daar altijd bij helpen. Maar die heb ik niet de hele week en we zijn veel weg geweest. En nu kreeg ik net een mailtje dat de monsterdoos alweer is uitverkocht. Dus als je hem nog niet had gekocht, ja, dan ben je gewoon te laat. Maar dan ben je misschien wel nieuwsgierig wat er allemaal in zat. Kijk. Dit is hem weer met het karakteristieke monstertje erop. En ze mailde mij, ja, je hoeft er nu eigenlijk niks over te schrijven, want hij is toch wel uitverkocht. Maar ik vind het, als ik dat dan krijg van mijn blog, toch wel leuk om daar iets over te vertellen. Dus er zit een flyertje in met een kleurplaat en wat knutseltips om met die monsterdoos aan de slag te gaan. Dus even kijken, wat zit er nog meer in? Een Slimpy flyertje over gerecyclede flessen en iets met 0% suiker. Een receptje van Conimex. Een flyer van Wiki, minder zoet. Nog eentje. Een Pickwick flyertje met een nieuwe smaak. Een verrassende green tea variant met mandarijnsmaak. En een Camille honing variant. Nou, ik hou erg van Camille honing smaak, dus dat komt helemaal goed. Een kattenvoermerk. En dan kun je ook nog 10% korting krijgen op alle kattenproducten als je de kortingscode MONSTERDOOS gebruikt. Bij www.natuurlijkrenske.nl. Nou, mocht jij een kat hebben, dan kun je daar wat mee. Ik heb er geen één. Maar ik kan best kattig doen als je daar zin in hebt. Gaan we dat doen. Nog een flyer. Wat is dit? Tapper use, tap in, tap uit, tik af. Dat is een app waarmee je per uur betaalt voor een pretpark. Dus je gaat niet meer de hele toegangsprijs betalen als je naar een pretpark wil. Maar je doet even dat Tapper use appje aan en even erin, even eruit. En dan heb je maar een uurtje in het park doorgebracht. Dan betaal je alleen voor dat ene uurtje. Cassis Zero. Mag ik proberen van Hero? Nou, dat lijkt me erg lekker. Ik hou wel van cassis. Tijd geleden heb ik dat genomen. Wat is dit? Een Naked Lemon Cake citroenreep. En, oh god, die doos is heel gevuld. Wat is dit? Tonijnmoot in water. Daar ga ik iemand anders blij mee maken, want ik hou niet zo van vis. Maar ik ken wel mensen die het wel lusten. Wiki water met fruit. Nou, dat vinden mijn dochtertjes vast heel erg lekker. En dan hebben we hier een Organics Just Apple, Pineapple en Coconut. Met een belofte van No Junk. Dus ook voor jonge kindjes, 6 tot 36 maanden. Ken ik ook wel kindjes in die leeftijd waar we er blij mee kunnen maken. Een Dr. Atkins reep. En de smaak is cappuccino noten. Top, wat is dit? Oh, hartjesnoepjes. Kennen jullie dat nog van vroeger? Hartjesnoepjes. Met Valentijnsdag kan je die ook leuk gebruiken. Maar mijn jongste dochter had een tijdje terug chance. Maar ze wilde geen verkering met dat jongetje. En toen heeft dat jongetje zijn moeder opdracht gegeven om hartjesnoepjes te kopen. Want de liefde van vrouwen gaat altijd door de maag. En toen was het dus wel even aan. Inmiddels niet meer, maar werkt wel, hartjesnoepjes. En wat is dit? Yes, wow yes. Ja, wat is het? Notenrepen met cranberry en chocola. Gaan we ook proeven, wat veel energierepen zitten erin. Wat is dit? Slurpfruit. Aardbeiensmaak. Vind ik ook het leuke van die monsterdoos. Er zit al van alles in wat je eigenlijk zelf nooit koopt. En dan kan je allemaal dingen proberen. Oh, dit gaat waarschijnlijk wel een favoriet van mij worden. Hier hou ik heel erg van. Kamillethee met honing. Normaal doe ik altijd de honing zelf erin scheppen. Maar hier zit het al bij. Super. Hier houden wij ook wel van. Lekkere kroephoek. En deze is de Jakarta mild gekruid. En hij is ook nog vegetarisch. Zit er vlees in kroephoek dan? Weer wat geleerd. Ik dacht het alleen, nou ja. Wiki
iced tea, green, persik. Nou, daar houden we ook wel van. Altijd handig om mee te nemen als je een dagje uitgaat naar een pretpark of zo, zo'n pakje. En deze is ook Wiki iced tea, green, maar dit is dan de citroen. Dus je hebt citroen of persik. Ik denk dat ik ze alle twee wel lust. Ruzie maken met mijn kinderen ook. Oh, maar er is nog een derde smaak, dus we kunnen alle drie iets drinken. Dit is gewoon water. Oh, dat is in aanvulling deze. De ene is met rood fruit en de andere is met tropisch fruit. Water met smaakje. Dit is een potje. En het is Remia's Legendary Real Tasty Mayonnaise. Nou, lekker. Ik ben niet van het lijnen, dus ik neem gewoon lekkere vette mayonaise overal op. Toppie. Even kijken. En dit. Dit is dan wel weer goed voor je. 30% minder suiker. Maar we doen het er maar mee. Hero Land fruit. Lekkere jam. Dat vinden wij heel erg lekker bij de croissantjes bijvoorbeeld. Om ze lekker in te dippen. Oeh, en lekkere koekjes van Jules de Stroper. Ziet er ook goed uit. Komt wel op. Oeh, nog meer thee. Wat is dit? Groene thee. Sinaasappel en mandarijn. Nou, lekker. Gaan we ook even proberen. Ik ben benieuwd. Het is meer een Sinterklaas smaakje lijkt me dan. Maar komt wel op. En dit. Quaker Kids Crunchy Mix-Up. Nou, dat neem ik vaak zelf ook wel. Quaker Crunchy iets voor het ontbijt. Met een beetje yoghurt. Dus ik denk dat ik dat zelf lekker op ga eten. Dan heb ik weer wat ontbijt in de pocket. En deze is dus met chocoladesmaak. En wat zit er nog meer in? Hij is nog lang niet leeg, die doos. Aanmaaklimonade van Slimpy. Rood fruitsmaak. Nou, top. Gaat er altijd wel in, limonade. Dit latte bio opschuimmelk. Ik ga eens even bedenken wie er in mijn omgeving melk in de koffie drinken. Ik niet namelijk. Er zijn vast wel mensen die dat nemen. Ik ga gewoon even rondvragen en dan komt het goed. En dit is Renske verse kip met konijn. Een menu voor katten. Nou, ik denk dat er al wat mensen zitten te kijken die denken, hey, ik heb een kat en je kent mij goed. Ja. Ga denk ik naar mijn broertje en mijn schoonzusje. Even kijken. Drink je ook melk in de koffie? Dan komt dat ook jullie kant op. Dan dit. Dream. Almond milk. Ik denk dat dat naar mijn ex-man gaat. Die daar wel blij mee kan maken. Het is helemaal vegan en met calcium. Nou, leuk. Als je vegetarisch bent. ABC salty sojasaus. Daar kan je lekker je vlees in marineren, denk ik. Ziet er goed uit. Door de bokschotel. Wat zit er nog meer in? Hij is bijna leeg nu hoor. Tikka groene safraan. En hij is gemaakt met Ayurvedische goedheid. Oh, ik hou wel van Ayurvedisch eten. En er zit ook nog een receptje op hoe je dat zelf lekker kan klaarmaken. Ziet er goed uit. Nou, misschien dat ik daar zelf wel wat mee doe. En dan heb ik gekregen een flexibele kneedlijm om snoertjes te repareren. Ik heb toevallig inderdaad een kapot iPhone snoertje liggen. En daar komt het ijzer doorheen. Dus dat ga ik er even omheen kneden. En dan zou die ook weer gefixt moeten zijn. En het laatste. Elf voetbal. Een voetbaltijdschrift. Ja, ik ben wel naar een paar voetbalwedstrijden geweest pas. Maar ik weet er nog niet veel van. Ik denk dat ik deze aan een vriendinnetje ga geven die heel erg van voetbal had. Dat was de monsterdoos. Tadaa. Helemaal leeg. Bedankt voor het kijken. Ik ben heel benieuwd of jij ook de monsterdoos wel eens in huis hebt gehaald. En of je hem dit keer op tijd had besteld of niet. Laat het mij weten in de reacties. En ik zie je graag de volgende keer weer. Doei doei!